geluk hadden om niet doodgeschoten of doodgeslagen te worden. Dat is wat je noemt het bottleneck effect, omdat de hele populatie op een bepaald moment door een flessenhals moet. Je ziet wat er dan kan gebeuren met bijvoorbeeld de witte knikkers hier, waarvan er 28% waren in generatie 1 en 20 in generatie 2. En door die bottleneck is dat gen verdwenen, dat allel is verdwenen. En die komt dan ook niet meer terug. Hetzelfde is wat je gehad hebt in de Kaapkolonie. Kaapkolonie waren een aantal een klein groepje mensen. En dat kleine groepje mensen bezat waren heterozygoten voor Huntington disease. En doordat er een groep mensen was die onderling heel veel kinderen gekregen hebben, weinig kinderen kregen met mensen buiten hun groep. Daarom komt Huntington in Zuid-Afrika nog heel veel voor. Dit noem je het founder effect. En dat treedt op, ook bij dieren, bij planten, wanneer er een nieuw gebied gekoloniseerd wordt door een vrij kleine groep. En dit was het einde van de 20.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.